ga slapen, welterusten. En ik knip het licht in mijn appartement uit. Wil je niemand meer om mij denken? Terwijl de meeste mensen gaan slapen, gaat de zorg van de Gemiva SVG-groep ook 's nachts door. Op locatie Zwetterhagen, een woon- en werkgemeenschap in Zoeterwoude, waakt de centrale nachtzorg over de cliënten. Via het aangesloten uitluistersysteem waakt het nachtteam op afstand over 20 verschillende locaties. Daarnaast levert het team directe zorg aan de ruim 300 cliënten die op het terrein van Zwetterhagen wonen. Hallo Bart, had je gebeld? Ik voel mij niet zo lekker. Kan er iemand even komen? Dat gaan we voor je regelen. Ik stuur iemand bij je langs, Bart. Zo snel mogelijk. Ik ben Bernadette Kraan en ik ben eerste deskundige in de centrale nachtzorg. De eerste deskundige is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die in de nacht worden genomen. Op een medisch gebied of op calamiteitengebied. In principe nemen we ze met z'n allen. Maar als er uiteindelijk zeg maar, een besluit genomen moet worden, is de eerste deskundige daar verantwoordelijk voor. Hi Anne, je spreekt met Bernadette van de nachtdienst. Ik heb een deurcontact van Anouk. Ik ben nu Plantcare aan het openen. Dat is het digitaal cliëntendossier. In Plantcare kunnen we alle rapportages terugvinden van de dagdiensten. En daar rapporteren wij ook in wat er in de nacht gedaan is of gebeurd is. Dus iedereen is op de hoogte wat voor bijzonderheden er zijn. Daarnaast wordt er vaak gebeld als er iets bijzonders is. Soms komen de mensen ook nog even langs als dat nodig is. En hoe lang had hij al geen ontlasting gehad dan? We houden het in de gaten, we gaan even extra langs. Gaan we doen. Onze doelstelling is de nacht is om te slapen en om krachten op te doen voor de volgende dag. Dus we zeggen zoveel mogelijk rust creëren. Alleen als er medisch iets is of als er onrust is, dan gaan we even langs. En nou is hij vanmiddag geklist, dus nu gaat hij reageren. Het is best wel even een klus, want hij heeft een aangepast bed. En dat is vanwege zijn epilepsie. Als hij toevallen heeft, dan wordt hij beschermd door deze deuren. En er ligt ook een bellenkoord op. Door de bellenkoord horen we sneller een toeval van hem. Door, komt het sneller door op de uitluister. Tussen 10 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends werkt de centrale nachtzorg per dienst met 6 medewerkers. Naast de directe zorg maakt het nachtteam indien nodig gebruik van een uitluistersysteem dat om beurten wordt bemand. Het uitluistersysteem wordt uitsluitend ingezet na deskundig advies en in overleg met de verwanten. Hierdoor kunnen we dus in de gaten houden of er dus iets bijzonders aan de hand is. Niet iedereen heeft een uitluister, alleen bij cliënten die dus, waar het nodig is. Mensen met epilepsie of met moeilijk verstaanbaar gedrag. Nou, het lijkt wel alsof ze echt nu in het toeval ligt hoor. Ben je er vlakbij of niet? Er zijn heel veel verschillende geluiden hier. Slaapgeluiden en snurkgeluiden. Dus iedereen heeft zo zijn eigen soundje, zeg maar. Dus het heeft op een gegeven moment wel. Je hebt op een gegeven moment wel door wat dus een beetje bij wie hoort. Hoor je mij? Een beetje aan je vergeten. Nico, die roept dat hij zijn medicijnen er vergeten is. Hij is een beetje manisch. Oh ja. Voor de veiligheid en het welzijn van sommige cliënten maakt de centrale nachtzorg gebruik van een camerasysteem. Bijvoorbeeld bij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zodat wij kunnen zien wanneer we dus in moeten stappen, omdat hun gedrag vrij onvoorspelbaar is. Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag die niet kunnen slapen en zich niet kunnen uiten en eigenlijk niet begrijpen waarom ze er niet uit kunnen, dan is het wel noodzakelijk om er even heen te gaan en een gerust te stellen en duidelijk te maken dus dat het nacht is. En dat ze dus moeten wachten tot de volgende dag. Er is geen nacht hetzelfde. Je hebt eigenlijk altijd wel bijzonderheden. De afstemming is kapot. En ik denk dat die naar moeten kijken. Ik denk dat er pech is met de batterijen. Moet er een stekker in het stopcontact of weet ik veel, een lampje uit of nou, gekke dingen. En dan zeggen we, en nu gaan we slapen en morgen weer verder.
Nou, dat werkt. Dat lekker allemaal. De centrale nachtzorg luistert ook op afstand verschillende buitenlocaties uit. Zodra er iets aan de hand is, wordt er contact gelegd met de slaapwacht of de nachtdienst van de betreffende locatie. Natasja, Vlietlanden. Hi, goeiedag met de nachtdienst met Erik. Ik heb een pop-up van de saturatiemeter van Eline. Ik ga er naartoe. Hartstikke goed. Hoi. Hoi. Op locatie Vlietlanden wonen en logeren kinderen en jongeren met een beperking. Natasja heeft hier slaapdienst en gaat na het telefoontje van Erik meteen kijken bij bewoonster Eline. Lekker slapen, het is nacht. Lekker slapen. Als moeder van Eline vind ik het heel fijn hoe de Gemiva SVG-groep de nachtzorg geregeld heeft. Ik ben zelf op Zwetterhaar geweest kijken naar de open nacht. Zij doen af en toe demonstratie geven met hoe het werkt. Dan ben ik geweest kijken. Dat heeft me echt een heel gerust gevoel gegeven. Tijdens de jaarlijkse open nacht laat de centrale nachtzorg graag haar licht schijnen over de zorg tijdens de nacht. Belangstellenden krijgen onder meer uitleg over het uitluistersysteem en een rondleiding over het terrein met verschillende demonstraties. Een oudere bewoner van Zwetterhagen heeft ook 's nachts extra aandacht en zorg nodig. Die zit eigenlijk in zijn laatste fase. En hij heeft een longontsteking en die wordt niet meer behandeld. Dus zijn beleid is nu dat we hem comfortabel houden. We verzorgen ze intensief in de laatste fase. Het gebeurt ook wel eens dat er iemand 's nachts overlijdt. Dat kan natuurlijk ook overdag gebeuren. Maar dat kan net zo goed in de nacht gebeuren. Mensen wonen hier. We hebben jonge mensen en we hebben ook oudere mensen. Het hoort bij het leven. Calamiteit op verschillende vlakken kunnen er zijn. We zijn bijna allemaal getraind, bedrijfshulpverlening. Ik zeg altijd maar zo, er is niemand zo getraind in die dingen als de nachtdienst. Want wij hebben heel vaak valse meldingen. Je wil niet weten hoe vaak wij al zeg maar in alle alertheid, hup op de fiets, naar de locatie, dingen doorzocht. Dus daar zijn wij echt wel in getraind. Ik moet je ook zeggen dat ik heel veel vertrouwen heb in de brandweer. Want als die bij de brandweer komt, ze staan er binnen no time. Dit is echt... Het is echt wel een heel goed lopend systeem, zeg maar. Even vragen of zijn Paul even controleren. Ik vind het heerlijk om 's nachts te werken. Ik merk wel dat je bierritme verstoord raakt. Vooral mijn darmen, die hebben het af en toe wel moeilijk. Maar het is leuk, de afwisseling is erg leuk. Ja. Ik vind het heel erg uitdagend in de nacht, omdat er eigenlijk altijd iets anders gebeurt. En we hebben een heel groot gebied. We hebben natuurlijk alle zorg die de gehandicapte zorg maar kan bieden. Dat maak je mee. Ik ga Joop even rapporteren. Het nachtteam eindigt in de vroege ochtend met een zorgvuldige registratie van alle bijzonderheden. Dat het goed is gerapporteerd en dat de vroege dienst weet wat er gebeurd is. En dat ze daar met die informatie de dag weer mee kunnen starten. Slaap lekker allemaal! En dan is het om 7:00 's ochtends voor het nachtteam tijd om met een gerust hart te gaan slapen. Nou, Tristie, wil je niemand meer horen, denk ik.